Dan hebben we lid Sabina in de zaal. Dan hebben we lid Permisser. Voorzitter, bedankt. Naar aanleiding van stukken 947, 948, 949 en de andere resoluties van de president ontvangen, merk ik dat in de nabije afgelopen periode onderhands zonder openbare aanbestedingen, als ik het snel optel, liefst 25 projecten zijn gegund ten bedrage van SRD 1 miljoen, SRD United States dollars 15 miljoen, euro afgerond 25.000. Hier zijn de stukken, de resoluties, buiten de openbare aanbestedingen. Niet conform de regels, voorzitter, en helaas functioneert Rekenkamer nu niet, maar er zou een gedegen onderzoek moeten komen over deze 25 projecten als het de comptabiliteit en andere wetten de toets heeft doorstaan. Ik ben blij, ik heb het de nummers, hè, de stukken hier. Ik ben blij dat er over 2 projecten bij openbare werken van, was het 650.000 SRD en 150.000 zoveel aandacht besteed wordt, vind ik een positieve zaak. Dat moeten we onderzoeken. Dat moet conform de regels geschieden. Maar even zo vraag ik hier van een bedrag van afgerond in Amerikaanse dollars, meer dan 16 miljoen Amerikaanse dollars en 25 projecten. Ja, dat er hier zijn de stukken. Uit deze ingekomen stukken. En dat zijn niet allemaal. De data dateren van mei, van juni, van april, et cetera, et cetera. Ja, van 2010. Ik begon de verschillende resoluties. Stuk 947, 948, et cetera, et cetera. Nogmaals, ik vind het heel positief over die 2 projecten. Staatsuitgaven, daar ben ik voorzitter van die commissie. Dat moet alles conform de regels geschieden. Ook dit, voorzitter, vraag ik dat er door de relevante instituten goed bestudeerd wordt. Dat is 1. 2, voorzitter. Ten aanzien van ingekomen stuk 739, 904, 1040, 1039, merken we dat er een enorme druk is op de minister van ROGB. Er zijn veel dubbele gronduitgiften en we hebben gemerkt, administratief is het een helse karwei, als ik het parlementair mag uitdrukken, voor het ministerie, om al die uitgiften, waar mensen decennia lang leven, ja, om het op een rijtje te zetten. Voorzitter, mag ik vragen dat ik ongestoord door mag praten? Ja, ja, u moet ongestoord door praten. De mensen praten niet in de microfoon. Gaat u gewoon rustig verder. En wij hebben beloofd, voorzitter, ik zelf, Rabin Permisser, op de podia, dat al die administratieve dingen, ten aanzien van grond, mensen die lang op een stukje grond leven en hun kinderen erven, et cetera, dat toch zeker in maximaal 2 jaar afgehandeld dient te worden. Voorzitter. En, voorzitter, via u doe ik een beroep op de minister en de regering, sorry. De regering, de minister van ROGB, om alles in het werk te stellen. En als hij daartoe meer faciliteiten nodig heeft, in termen van personeel, et cetera, dan horen wij dat graag hier in het parlement. Want de burgers mogen niet langer gebukt gaan hieronder. Echt niet, voorzitter. Ik roep de regering en de minister van ROGB op, als er belemmerende administratieve en andere faciliteiten zijn, dat hij ons hier verwittigt. Dan zullen wij als parlement ons verantwoordelijkheid ook daarin moeten nemen. Voorzitter,
naar aanleiding Le van Jugi, de... U hoeft niet door de zaad te gillen. Ik heb u het woord gegeven, u heeft rustig gesproken. Dus zit nou ook rustig. Ach. Voorzitter, naar aanleiding van ingekomen stuk 984 en 920. Kafproblematiek in Nikeri. En eigenlijk zou ik deze problematiek ruimer moeten oppakken. Voorzitter, het kan bij mij niet in dat onze minister, relevante ministers en de minister van LVV voorop niet kan handelen in deze. Terwijl er een besluit is, en dat is mijn commentaar op deze minister van LVV. Terwijl er een besluit is, en dat is besluit is van de vorige regering, dat er allerlei voorzieningen zijn dat er daar niet meer gebrand mag worden. Voorzitter, ik heb geen enkel goed woord voor het nalaten van handelingen van deze regering, van deze minister, dat KAF nog steeds daar verbrand wordt. Met de delegatie, parlementaire delegatie, toen wij in Nikeri waren, wij waren amper 20 minuten daar en in die 20 minuten hebben wij het geweten. Wij kunnen Surinaamse burgers, onze medemensen, niet overlaten aan dit soort kwalijke gevolgen, voorzitter. Dat kunnen we niet. Ik wil de stem zijn van al die mensen die zo gebukt gaan onder dit probleem. En we kunnen dit geen minuut meer toestaan. Gelijk na het bezoek waar de mensen er waren, heb ik de minister gebeld. En ik had gedacht dat hij terstond zou handelen. Niet dat wij als parlement boven de minister staan, maar die informatie, de overtuiging. Er was een arts. Meneer Latschman, is de behandelende arts van de mensen daar. Dat de mensen iedere dag medicijnen moeten innemen. Ja, voorzitter, ik hoop dat ik kort en duidelijk ben. Ik ben niet tevreden over het non-handelen van deze minister. Ja, ja, en ik heb een voorstel dat het terstond nu aangepakt wordt. Anders gaan wij in harde bewoordingen moeten praten wat deze minister betreft. Ten aanzien van ingekomen stuk 643, voorzitter, waarbij mensen, en zijn mensen werkzaam geweest bij Bruinzeel, meneer Palat kende problemen, et cetera, waar ze geld gestort hebben in voorzieningsfonds bij Bruinzeel, en als ze hun tegoeden willen ontvangen, dan is er geen tegoed. Ik heb hier ook, voorzitter, dat er een rechtelijke uitspraak is geweest. De ex-directeur of huidige directeur, die negeert dat. Hoe kunnen wij dat in een fatsoenlijk land dat toestaan, voorzitter? Ja, dat is slordig. Voorzitter, ik vraag de regering, wat dit betreft, wat Bruinzeel betreft, speciale aandacht. Dat mensen, die administratie daar klopt niet. Terwijl mensen 37 en langer daar hebben gewerkt, krijgen ze iets uitgekeerd over 17 jaren. Ja, alsof ze 17 jaren maar in dienst waren. Terwijl mensen, en ik vraag aandacht van de regering om deze gepensioneerden te hulp te schieten. Te hulp schieten in die zin van uitzoeken de periode tot en met, vanaf tot het moment toen we onafhankelijk werden. De pensioenen, waar werd dat gestort? Waar is dat, die pensioenfonds? Volgens mij ging het naar Nederland. En de mensen moeten, de mensen aantal jaren voor 1975... moeten dat ontvangen in euro's. Ik heb een zaak aanhangig gemaakt van een oud-medewerker van Mariënburg, die al die jaren voor 75 gestort heeft voor een pensioenfonds van Mariënburg, toen was het in Nederland, en die persoon ontving, helaas is hij komen te overleden, iets van €350 per maand. Ik doe een beroep via u op de regering om de gepensioneerden, ik doe een uiterst dringend humaan beroep, om de gepensioneerden van Bruinzeel in deze bij te staan, juridisch en anderszins. Ik ga u dit dossier overhandigen, voorzitter, om dit aan de regering te geven, omdat hierin een aantal zaken, de rechtszaken en allerlei andere zaken hierin zijn vervat. Zal ik het u nu gelijk geven? Ja, u kunt het aan de griffier overhandigen. Ik heb hier tijd.
Ik heb helaas geen tijd, maar dan heeft de minister van Volksgezondheid een aantal vragen van mij te goed met betrekking tot de internist die onheus behandeld is van het Slaans Hospitaal. Ik heb er is een ingekomen stuk van mij hier en de wijze waarop de directeur van het streekziekenhuis Nikeri ontslagen is. Dat heb ik te goed en dan zal ik een ander moment afwachten, gelet op de tijd. En ik hoop dat die overkant dat van me overneemt. Gelet op de tijd, ik moet me aan de tijd houden. Ik kan dat soort zaken nog niet behandelen. Dank u. Dank u wel, lid Vermissen, lid Paal.